Weet u wat u zegt over iemand? Dat die kwaadaardig is? U zet een prijs bijna op haar hoofd. Als je zegt dat iemand kwaadaardig en racistisch is. Dat moet u niet doen. Dat is fout. En dat zal ik altijd, voorzitter, zal ik dat veroordelen en dat voor diegene opnemen. Voorzitter, dit is toch wel de grootste slachtofferrol van de man die er een sport van heeft gemaakt om 20 jaar lang iedereen in de samenleving, Nederlandse moslims, Nederlandse Marokkanen, rechters, journalisten, tot op het bot te beledigen. En dan hier gewoon een beetje huilie doen. Nou, voorzitter, de heer Wilders, in de politiek komt het ook voor dat als je jarenlang onrecht uit, dat je dan met gelijke munt terugbetaald wordt. En dat is wat er nu gebeurt, voorzitter. En ik blijf het staande houden. Als je, terwijl heel veel vrouwen zich op dit moment zorgen maken vanwege die uitingen van de PVV-bewindspersonen, of ze met een hoofddoek nog wel een plek hebben bij de Rijksoverheid, nog wel een plek hebben in dit land, dan maar een beetje sarrend gaat lopen tweeten, ja, dan ben je kwaadaardig. Als je dat soort dingen zegt over vrouwen met een hoofddoek, dan ben je kwaadaardig, voorzitter. En de heer Wilders, die wil het misschien niet horen, maar het is zo. I love the